Het Sinterklaasfeest is een racistisch fenomeen. Dat zegt professor Vereen Shepherd, mensenrechtenonderzoeker en hoofd van de VN-commissie die Zwarte Piet gaat onderzoeken. Zij vindt het een terugkeer naar de slavernij en ze wil dat het kinderfeest afgeschaft wordt. Niet alleen de Sinterklaas-intocht is traditie, ook het debat over de rol van Zwarte Piet houdt ons jaarlijks bezig. De uiting die daar is, is een uiting waarbij een zwart-wit ongelijkheid is die nog stamt van het kolonialisme. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die Zwarte Piet gebruikt heeft als onderwerp om de mensenrechten in te dammen. Maar nu verplaatst dat debat zich naar de Verenigde Naties. Op basis van klachten uit Nederland is een werkgroep bestaand uit 4 personen een onderzoek begonnen naar het racistische karakter van het Sinterklaasfeest. De voorzitter van die werkgroep, Vereen Shepherd, vindt dat de klagers wel een punt hebben. But it's offensive. It's offensive. We don't go around saying all white people look like this or all white people look like that. We don't do that. And what is wrong with the one Santa Claus? Why you have to have two Santa Clauses? De klacht over het Sinterklaasfeest en de rol van Zwarte Piet ging al langs diverse klachtencommissies en politici. Niets heeft geholpen. Dus hebben we gedacht, dan gaan we naar de Verenigde Naties. Beryl Beekman zag geen andere uitweg en maakte de zaak aanhangig bij de VN. Ze meent dat ze namens een grote groep Nederlanders spreekt. Beryl Beekman, gelooft u maar, ik vertegenwoordig hele grote groepen. Zelf naar de vrouwenbeweging, de jongerenbeweging, met name de zwarte migranten en vluchtelingen, vrouwenbewegingen. Dus, maar ook mensen van goede wil. En die mensen van goede wil zijn met name die witte Nederlanders die begrijpen wat racisme is. Zwarte Piet naar de Verenigde Naties. Politieke analist en VN-kenner Dick Leurdijk werkt voor Instituut Klingendaal. In plaats van dat we het over Mali hebben, hebben we het plotseling over het Sinterklaasfeest. Dat had ik eerlijk gezegd 4, 5 jaar geleden niet verwacht. Hij kijkt naar de klacht en de eerste antwoorden van onze regering. Hij waarschuwt, Nederland moet de zaak niet onderschatten. Want die vragen leven in de buitenwereld. En zoals het ook gaat met andere vraagstukken, het abortusvraagstuk, het homohuwelijk, dat soort zaken, waar Nederland ook een heel omstreden positie in heeft ingenomen. Ja, is het belangrijkste dat je dan als overheid kunt doen, uiteenzetten wat jouw beleid is. The working group cannot understand why it is that people in the Netherlands cannot see that this is a throwback to slavery. And that in the 21st century, this practice should stop. From what you're saying right now, I get the impression that your mind already is made up. As a black person, I feel that if I were living in the Netherlands, as a black person, I would object to it. As a member of the working group, I'm obliged to do further investigation. But as a black person, I believe that if I lived in the Netherlands and saw this, that I would object. Hoe onafhankelijk is zij? Want zij zegt gewoon, het is een racistisch feest. Nou, ik vind dat ze zich wel wat terughoudender had kunnen opstellen. Ze had kunnen zeggen, alles wat ik nu zeg is gebaseerd op de opmerkingen die we tot nu toe binnen hebben gekregen. De klachten die er op dit punt zijn ingediend. Maar daarmee zeg ik nog niets over mijn opvattingen. Laat staan over mijn persoonlijke opvattingen. Want ik vind dat je toch in de eerste plaats als onderzoeker moet afwachten de resultaten van je eigen onderzoek. En daar is zij een beetje te snel mee, vind ik. Cadeautjes, pepernoten, grappen en grollen. Je moet altijd rekening houden met gevoelens, maar Zwarte Piet zegt het al, die is zwart. Dus daar kunnen we weinig aan veranderen. Nou, hij hoeft niet zwart gesminkt te worden. Hij kan ook roze of geel. Ja, maar dan heet hij Sinterklaas en Witte Piet. En volgens mij is het Sinterklaas en Zwarte Piet. Dus ik zou niet weten hoe ik dat moet oplossen. The head of the government makes policies and can influence policy. Therefore, all I would say is that I find it a curious response. Initiatiefnemer Beekman is blij met de VN-steun en ze ziet al een nieuw kinderfeest voor zich. We hebben een VN-internationale dag van het kind. Dan kunnen we zeggen, oké, op de internationale dag van het kind, dan doen we wat. En dan gaan we cadeautjes uitdelen. En wat mij betreft mag de Sint blijven. Maar misschien moet je een andere figuur bedenken, bijvoorbeeld moeder Therese. Want het gaat toch om de weldoeners. En dan zal de generatie van nu, de jongeren, alvast beginnen te wennen aan een nieuwe toekomst. Het eindrapport van de VN-werkgroep moet volgens voorzitter Shepherd zo breed mogelijk besproken worden. And we will ask the High Commissioner to take this to the General Assembly.
De algemene vergadering kan er zich zeer serieus mee bezighouden, zeer uitvoerig. En uiteindelijk aan het eind van de rit een resolutie aannemen. En dan kan de Nederlandse overheid zeggen, nou oké, dat is interessant. We nemen kennis van deze resolutie. Maar het is niet meer dan een aanbeveling en wij gaan vervolgens weer over tot de orde van de dag. Den Haag, de stad van recht en vrede, moet weten dat daar ambassadeurs zijn, Afrikaanse ambassadeurs, maar ook andere ambassadeurs van andere landen die echt toekijken. Nou ja, kijk, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we ons goed realiseren dat het niet zomaar om een stukje cultureel erfgoed gaat. Het gaat hier om een kinderfeest dat in de eerste plaats volledig in de teken staat van, ja, moet ik het noemen, het welbevinden, het plezier van kinderen. Het is een feest ten behoeve van kinderen, er worden cadeautjes uitgedeeld, specifiek voor die ene gelegenheid en alles draait daarbij om het kind. Het is een kinderfeest en dat is natuurlijk de essentie van de zaak. Ja. Wilt u dat tegenkomen in stukken tot zover? Nou, die term heb ik niet gezien, maar ik lees wel de term Sinterklaasfestival en dat lijkt me sowieso ook alweer een misvatting. Het is geen festival, het is een kinderfeest. Wij vroegen de leden van het Eén Vandaag opiniepanel wat zij vinden van het onderzoek door de VN naar Zwarte Piet. En Gijs Rademaker. Ja, bijna alle deelnemers aan het onderzoek van vandaag die vinden die VN-bemoeienis ja, eigenlijk heel raar en ook heel erg onterecht. Ja. Dat vinden ze dus van de bemoeienis van de VN. Maar wat vinden ze van kleine aanpassingen, bijvoorbeeld door Zwarte Piet er anders te laten uitzien? Ja, ook dat idee vinden ze eigenlijk ronduit belachelijk. Kijk maar, we hebben gevraagd, moet het uiterlijk veranderen? Nee, zegt 89% van onze deelnemers. Zo. En opvallend is ook de associatie die mensen hebben met Zwarte Piet. Hè. Ik heb ze gevraagd, als ik Zwarte Piet zeg, waar denkt u dan als eerste aan? Nou, dit is wat mensen dan opschrijven. Traditie, kindervriend, kinderfeest, gezelligheid. Ze leggen niet de connectie die de VN legt met slavernij en discriminatie. Maar in het onderzoek van vandaag zaten ook 220 Nederlanders met Antilliaanse of Surinaamse roots. En als je hen diezelfde vraag voorlegt, waar denk je aan bij Zwarte Piet? Dan komt dit er bij die groep uit. Racisme, knecht, discriminatie, onderdrukking en slavernij. Heel andere percepties. Echt tegenovergesteld. Ja, natuurlijk. Hè, dit zijn 220 mensen. Dat is niet maatgevend voor de hele groep in Nederland. Dat zeg ik er nadrukkelijk bij. Maar het geeft wel een heel duidelijk contrast. En als ik aan deze 220 deelnemers ook vraag, hoe denkt u dan over het aanpassen van het uiterlijk van Zwarte Piet? Dan zie je dat zij juist massaal vinden dat dat uiterlijk wel zou moeten worden aangepast. Ja, zij dus wel. En zij associëren het feest met racisme en discriminatie. Kunnen die andere deelnemers aan het onderzoek zich daar dan helemaal niets bij voorstellen? Nee, ja, eigenlijk niet. Ik heb het ze voorgelegd. Ook al kan het niet zo bedoeld zijn, kunt u zich voorstellen dat Zwarte Piet discriminerend kan overkomen. Helpt mensen met een donker uiterlijk. Mm-hmm. En dan nog zegt 76% nee, ik kan me dat niet voorstellen. Conclusie over een kloof, echt. Ja. Echt een kloof. Over het protest tegen Zwarte Piet zou ik zeggen, heel veel mensen zeggen het is hun associatie die verkeerd is. Zij moeten die associatie aanpassen. Wij moeten niet onze traditie, ons Sinterklaasfeest aanpassen. Gijs Rademaker, dankjewel.